volgende nieuwe speler die voor DVS TV geïnterviewd wordt, dat is... Ja, ik ben Rick van Nuenen, 21 jaar oud en ik woon in Vaassen op dit moment. En je bent 1 meter in de 90, denk ik. 1 meter 90, precies. Oh, heerlijk. Precies, voor een keeper is dat toch een prachtige lengte, of niet? Ja, 100%. Ik denk dat je nog snel bij de grond ook nog bent. Ja, dus, en als je dan nog sprongkracht hebt... En dan Floris van der Linden toch nog probeert er vanaf te houden, maar nee. Komt er toch nog binnen. Ja, die is net wat langer, hè? Maar ja. Ik moet er wel bij komen eigenlijk, als ik mijn arm omhoog. Ik denk dat die Floris 2 meter 30 is of zo, want ja, ongelooflijk, hè? Zoals die er... Ja, maar dat was ook het enige smetje, maar je werd vastgehouden volgens mij. Ja, ik werd een beetje tegengehouden en daardoor kwam ik niet lekker vrij, zeg maar, om die bal te pakken. En, ja. Slimme donders. Helaas vliegt hij er dan in. Hey, heb jij altijd gekiept? Nee, ik heb op het begin nog wel gevoetbald in de jeugd, in de F'jes. En eigenlijk sinds dat ik naar de E ging, ben ik gaan keepen, zeg maar. Wel altijd selectie gevoetbald, ook als voetballer. Voor een moderne keeper is voetballen wel ontzettend belangrijk, of niet? Ja, op dit moment helemaal. In dit voetbal, nu op dit moment, is voetballende keeper bijna even belangrijk op dit moment als... Als het keeper zelf, denk ik. Ja, precies. Ja. Hey, heb jij altijd bij Huizen gevoetbald of ben je eerst bij een andere club begonnen? Nee, ik ben begonnen bij A80 in de jeugd. Daarna ben ik doorgegaan naar Waardwijk vanaf de C'tjes. Heb ik daar 2 jaar gezeten. Ben ik toch naar Huizen toe gegaan. En heb ik 2 jaar daar in het eerste gespeeld. Kampioenschap meegemaakt zelfs nog in de eerste klasse. Naar de vierde divisie. En omdat ik ging verhuizen uit Almere en toch wat meer speelminuten weer wou, ben ik met de trainer, oude trainer van Huis, die nu hier zit, Ferry, ben ik meegegaan om meer speelminuten ook te krijgen weer. Even voor alle duidelijkheid, Ferry Hendriksen natuurlijk, hè, waar je ook weer een kampioenschap mee hebt meegemaakt. Hè? Ja. Bij de onder de 23. Ja. Prettig jaar geweest, verleden jaar? Ja, voor mij 100%. Veel kunnen doorontwikkelen. Leuke groep gehad, echt superleuke groep. Kampioen geworden natuurlijk. Bijna nog een keer kampioen geworden zelfs. Dat is, is helaas jammer. Maar ik denk dat ik mij voor persoonlijk goed heb door kunnen ontwikkelen. En we hebben echt een superleuk jaar gehad met het team. Echt een topteam hadden we dus. En nu natuurlijk gezonde concurrentie met Dien Bredewold, hè, die ook bij DVS heeft gezeten in het verleden. Ja. Nou, dat wordt een enorme strijd. Maar tegen Spakenburg heb je op punten al gewonnen, denk ik. Ja, het ging op zich wel prima tegen Spakenburg. Maar er zijn sowieso nog zoveel verbeterpunten. Ik ben nog jong, dus ik heb veel kans om door te groeien en zo. En voordat ik hier kwam, was gewoon de bedoeling om gewoon 100% de concurrentiestrijd aan te gaan. En dan zien we wel wat schip stand, hè? Dat is het enige wat we kunnen doen. Je hebt je gestalte als keeper wel enorm mee, hè? Dat is toch heerlijk? Wat? Je gestalte. Je gestalte. Ja. Mijn bouwen doen. Ja, sportschool. Zeker. Ja, ik hou ervan om naar sportschool te gaan ook. Dat is ook een hobby van mij naast het voetballen. Maar dan moet ik toch wel een beetje rustig aan doen af en toe. Hè, dat het niet te wordt. Maar ja, dat vind ik superleuk om er ook bij te doen. Dus doe ik graag ook. Wat doe je overdag? Werk je? Of, Nee, ik zit op dit moment op school. Opleiding sport en bewegen. Op het Aventus in Apeldoorn. Mooi. Dus. Lekker, heerlijk, genieten. Zeker, hè? Zeker. Sporten, ja zeker. Veel sporten. Ja, en al die reactieoefeningen die je voorgeschoteld krijgt van Aard Foppen, dat werkt wel, want allemachtig joh. Ja, er zaten echt reacties bij, dat ik dacht die zit, maar nee hoor, Rick was er weer bij. Ja, gelukkig. Ja, kijk, ik doe alles wat ik kan hè, op zo'n moment en ik denk dat mijn reactievermogen wel prima is. Komt misschien ook wel door de trainingen, dat weet ik niet. Maar ja, het ging prima. Ja. Hartstikke goed. Hey, je hebt het naar je zin hier dus, ja? Ja, 100%. Een lekkere eerste maand gedraaid. Ja, was prima eerste maand. Goed opgevangen wel door de jongens. En een beetje draai aan het vinden natuurlijk in een nieuw team weer en zo. Maar gaat op zich wel prima, denk ik. Hartstikke mooi. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat het een heel mooi seizoen wordt. Heb jij dat idee ook? Ja, ik hoop dat het een heel mooi seizoen wordt. En ik heb het gevoel dat het ook wel een mooi seizoen gaat worden. Ja, je bent alleen maar kampioenschappen gewend, joh. Dus, Wel een paar. Maar we gaan het gewoon proberen, toch? Zover als het kan. Hartstikke mooi, Rick. Ja. Een heel goed seizoen gewenst namens alle supporters en namens DVS TV.